Minions. Hallo kijkers van CZN. Komen jullie een kijkje nemen op mijn kanaal? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. Hey kijkers van CZN. Ik geef weer een melding, maar die melding is onzin. Want ja, daar staat er wel dat mijn geluid wordt uitgeschakeld. Maar dat is helemaal niet. Mijn webcam opnameprogramma werkt een beetje vaag. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ben vandaag de laatste dag van de week met mama. Het is vandaag alweer vrijdag. En wij gaan vandaag reageren op reacties. Jullie zien nu de reacties in beeld. Ik neem gewoon reacties op. Ik kan hier zo gezellig naar beneden scrollen. En wij gaan de eerste reactie op deze. Tof spel, maar wel een beetje cringe. Ik zag die reactie, want die heb ik toevallig al gezien op Rollercoaster Tycoon aflevering 1. Maar ik vraag me dus af wat cringe betekent. Ja, ik weet het niet. En ja. En hier zo, als je de hele tijd hoe gaat het zegt tegelijk. Dat is op de video van mijn WhatsApp irritatie. Die heb je toch gezien? Mm-hmm. Dus dat zijn WhatsApp irritatie. Oké. Okay. Van Matthijs Krieps. Ja. Nou, dan mag jij een leuke reactie uitkiezen. Nou, die daaronder, daar staat vroeg geüpload zeg. Maar ik weet dat jij daarvoor helemaal niet vroeg je bed uit hoeft. Nee. Want dat gaat allemaal automatisch en dat kun je van tevoren inprogrammeren. En sterker nog, kijkers, elke vaste uploadtijd is om 6 uur. Dus dat is gewoon elke maandag, woensdag en vrijdag om 6 uur een nieuwe video. Ja. Staat ook in mijn banner. Dus jullie zouden het. Ja, trouwens, in mijn banner staat niet om 6 uur, maar wel elke maandag, woensdag en vrijdag. Maar om 6 uur lig jij dus nog lekker te slapen. Ja. Want het gaat allemaal vanzelf. En ook een reactie van Prachtig. Dat was op mijn kanaalpagina. Dus die vindt die video prachtig. Mijn kanaal prachtig. En reactie Joost. Wie staat er achter de camera? Is dat je vader? Prachtig dit. Dit is mijn favoriete video. Dat was op de video Koffie met Poep. En Joost zei net tegen mij dat hij koffie had gedronken. En wat zat er in die koffie? Poep. Ja, en dat was lekker. Oh. En had er ook nog eens een koekje bij. Ik weet niet of je die hebt gezien. Volgens mij niet. Ja, die zal ik juist straks laten zien. Maar dat was niet mijn vader. Dat was een begeleider waarmee ik toevallig toen in de skilift zat. En leuk kanaal, je doet goed je best. En kan je een outro maken? Ik kan wel een outro maken, maar ja, dat kost wel veel tijd. En sterker nog, want jij bent natuurlijk een vriend van mij als je deze video kijkt. Ik ben nog bezig met jouw kanaal trailer waar jij voor mij had gevraagd, dus er komt wel iets aan voor jouw kanaal, maar... Ik ben wel benieuwd wat deze te zeggen heeft. Op je neus, gauw. Wat zou dat betekenen? Nou, ik had dus een video. Er is een internethit van 5 euro op je muil, gauw. En ik had die dus aangepast. Ik had een video gemaakt dat ik zei... 5 euro! Op je neus. En dan als ik neus zei, dan wees ik daar zo naar. En dan had ik zo een 5 euro briefje op mijn neus bewerkt. Oh. Maar hij had er dus gauw achter gezet. Oké. Okay. Ik heb hier zo'n slechte video, oké. Okay. En ik geef toe, het was ook een slechte video. Oh. Een autistisch kutkind. Dat was op mijn WhatsApp irritatie video. Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer voor leuke reacties? Echt het slechtste wat ik ooit gehoord heb. En dat was zeg maar op die video van over 2 weken. Weet je dan welke ik bedoel? Dames en heren, boeken en peren. Over 2 weken is het tromgeroffel graag.
2 weken later. Oh yeah. En toen had ik zo'n video gemaakt en zei ik zo: dames en heren, koeken en peren. Over 2 weken is het tromgeroffel graag. En dan kwam zo tromgeroffel. En dan hoor je mij zo zeggen: 2 weken later. Ja, dat was dus die video. Slecht kanaal, echt saai. Dit kanaal, je weet toch wel dat jij op mij bent geabonneerd. Hij vindt het wel een slecht kanaal. Ik moet leuke dingen voorlezen. Ja. Hebben we nog voor meer... Wauw, zag ik daar ergens staan. Wauw, Joost. Echt geniaal. Nou. En ik kan dat ook hoor. Ik zie. Oké. Ik dacht dat je was gestopt met YouTube. Ja, ik had daar een video over gemaakt, hè. En wat heb ik nog meer? Hey Stef, banaan in je oor. Oké. Dat was een reactie op een andere reactie. Ha 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 ha, zag ik daar nog heel lang. Ja, leuk. Ha ha ha, dat was op mij. Ik leuk. Haha, humor. Ha, verrassend. Met zonder Joost, waar heb je Nederlands geleerd? En dat was een livestream en dat had ik neergezet als naam. Livestream met zonder Joost. Wat hebben we nog meer? Skin, type kan ik niet. Oh ja, dat was op een, want dat had ik toevallig gezien. Ik had een haatreactie gehad, ik weet ze gaan niet meer van wie. Maar dat was zeg maar heel slecht getypt. Ze had hij daarop gezet, Skin. En dat betekent type kan ik niet, dat heeft een bekende YouTuber bedacht. Maar dat had hij dus daarop achtergelaten, zeg maar, op die reactie, omdat hij het niet goed had getypt. Wauw, Joost, ha, echt geniaal hoor. XD, dat was mijn RIP video. Leuke video. Goede, dus een goede video denk ik. Geniaal, die hebben we op school bedacht. Die hebben we niet op school bedacht, die video. Maar ja, ik weet wel, toen wij op school waren, en iemand uit de klas, dat was al Lucas, die had die video gezien. En toen gingen we de hele dag zingen. Dat I'm in love with the minions. I'm in love with the minions. Heb jij die video ook gezien? Mm-hmm. En daar gingen we dus toen de hele tijd zingen. Wat hebben we nog meer? U zoekt buurman en buurman op een Akinator. Nou, die heb ik inmiddels al gezocht. Pro-account. Nou, wij hebben dus een pro-account en HubCZN. Ga zo door, zie ik ook nog staan. Ja, ga zo door ook. Dit Turk Live stukje is echt geweldig. Dat was... Met Roy die dat Turk Live stukje in de video. Joost, je hebt er gewoon weer 2 subs bij, zegt Roy ook. Oké. Ik heb er inmiddels al wel meer subs bij hoor. Als toen had ik er denk nog. Nee, toen had ik de 50 nog geen eens bereikt. Nu heb ik er al. Laten we gewoon eens even gaan kijken hoeveel ik er precies heb. 87 subscribers hebben we. Dit is hoeveel abonnees ik heb waar hier staat. Oké. En die gaan we weer even wegklikken. Joost, wist je nog onze bouw battle? Het is Pearl Battle. Oh nee, dat was toen een Pearl Dove. Dat was echt.
Ja, toen edit ik nog niks. Maar je ziet ook, nee, die is trouwens ook niet online gekomen. Ik weet niet waarom. Toen was ik nog iemand die heel veel video's niet online gooide. Toen was het nog met 360p kwaliteit. Nu is het 1080p, zeg maar. Ik kan wel dadelijk, ik kan het wel nu even laten zien, mannen. Maar ik bedoel met 360p kwaliteit. Moeten we verder terug. Kijk. De intro die was mooie kwaliteit, maar kijk. Moet je maar eens al die, die kwaliteit zien. En ga ik jou nu eens mijn laatste video stukje van laten zien. We zijn inmiddels wel door de reacties heen. Dan moet ik wel een goede doen. Kijk. Dit is nu de kwaliteit. Nou, dat is wel een verschil, ja. En nu was het hier nog ineens zo heel goed dat ik mijn OBS... Wacht, dit is geen goed voorbeeld, want hier had ik mijn OBS-instellingen niet goed staan. Want het is nog veel betere kwaliteit dan dat tegenwoordig, hoor. Dit is de kwaliteit tegenwoordig. Kijk. Is toch wel stukken beter, hè? Ja, zeker. En ik denk dat nu de video wel mooi is geweest, want we hebben zowel alle reacties wel gehad. Dan gaat nu de webcam groot in beeld. En dan gaan we afscheid nemen van mama, want volgende week dan zit ze niet meer in mijn video's. Dat zal ze vast nog wel een keer komen, maar volgende week zit ze er niet in. En misschien de week daarop ook weer niet. We kijken wel wanneer ze weer komt, maar ze zal vast nog wel een keer weer komen. Nou, dan gaan we zeggen, vergeet niet te abonneren op CZN en like deze video. Houdoe. En ook houdoe namens mij.